Gerard. Hallo. Met een kale koppie. Welkom bij NH Leeft. We zijn op Texel. Het is een hele bijzondere dag voor Texel, want de koning is op bezoek. En die is op dit moment hier binnen, in Kaapskill, een museum in Oudeschild. En er zijn heel veel mensen uitgelopen. We zijn hier al een tijdje. En deze mensen zijn hier ook allemaal al een tijdje. En het is eigenlijk best wel fris. Toch, mevrouw? Het is hartstikke koud. Kunt u zich een klein beetje omdraaien naar de camera? Dan kunnen we u een beetje zien. Nou, niet schuw zijn, hoor. Ik vind het wel goed zo. Nee, het is koud. En de wind waait echt met een vervelend nat bendetje. Hoe lang staat u hier nou al? Dat weet ik niet. Ik denk een uurtje. Net als net zo lang als jij, denk ik. Ja, een uurtje dan. Ja. En camera meegenomen? Een fototoestel. En wat bent u van plan? Nou, wat wilt u hebben? Ik denk dat ik met dat fototoestel de tram ga fotograferen die hier elke dag langskomt. Goeie vraag, wil je zeggen. Ja. Domme vragen, domme antwoorden. Ja. Nou ja, het kan zijn dat je denkt, hè, ik wil graag samen met hem op de foto proberen. Nee. Zo vreselijk knap vind ik hem ook weer niet. Hij kwam net voorbij, hè? Ja, in de bus. In de bus. En net als zijn moeder zat hij op dezelfde plek, toch? Ja, links het midden. En hoe weet u dat zo goed? Ooit een keer een buschauffeur gevraagd. Ja. Van, de koninklijke bus. Ja, maar het is wel heel lang geleden, hoor. En wat voor moment is dit nou voor Texel? Ik heb geen idee. Ik nou ja, u staat er hier al een uur. Ik denk dat het voor het nieuws erg belangrijk is met de wierkwekerij die ze gaan opzetten. Dat is belangrijk. Daar gaat het zeewiercentrum open, hè, straks? Ja. Heeft hij dat nog niet gedaan? Nee, dat gaat hij zo nog doen. Ook dat hij dat al had gedaan, eigenlijk. Is het niet ook belangrijk voor het toerisme en zo, dat Texel weer een beetje in het nieuws komt en zo? Is dat niet ook? Ik denk dat Texel genoeg in het nieuws is geweest. Ja? Positief, negatief. en dat de toeristen hier dit toch wel kunnen vinden. Ja? Ja. Dit is een beetje het buitenland van Nederland, hè? En zoals de mensen achter u die praten met een accent? Ja hoor. Toch? Ja hoor, wij komen uit Limburg. Wij komen ook even Willem-Alexander even zwaaien. Ik kwam net mijn bus langs, die heeft net al naar mij zitten zwaaien. Ik heb even teruggezwaaid naar hem. Nou, vond hij waarschijnlijk hartstikke leuk, want dat deed hij nog een keertje. Nou, en dan doe ik dat dadelijk nog een keertje als hij naar buiten komt. En we zijn hier een weekje op Texel, daar komen we ieder jaar naartoe. Dus, En was het nou toeval dat Willem-Alexander er ook is? Nou, of heeft u toch zo een beetje gepland? Nou, dat weet ik niet. Hij heeft mij niet gebeld. Dus het is puur toeval dat we samen op Texel zijn. Hij komt iets openen en ik open straks een flesje bier. En camera's bij de hand en zo, mevrouw? Ja, ik heb een cameraatje erbij. Dus ik kan je straks wel even een fotootje doormailen, als je lukt. Ja, nee, graag. Ja, tuurlijk. Ja, NH Leeft, apenstaartje, rtvnh.nl. Mag alles naartoe? Oh, maar ik krijg straks wel een kaartje van je. Toch? Dat is een hele zelfverzekerde meneer, dit, hè? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. En er staat hier, want u heeft nou zo'n camera. Maar er staat hier ook een meneer en die heeft een... iets, ja, baas boven baas heeft een iets... Oh, nog een camera. Toch een camera. Oh, wacht even. Even reclame afdekken. Ja. Nee, want dat komt er wel goed op. Maar er staat hier een meneer... Ik weet niet, kunt u zich omdraaien? U wacht natuurlijk ook op het moment. Maar een grotere camera, hè? Moet je kijken. Dat is een lens, hè? Dat is een lens. En wat komt u doen? Foto's maken van Willem-Alexander. Ja, dat lijkt een stomme vraag natuurlijk, hè? Ja. Want u bent hier even op vakantie? Ja. Dat had ik niet durven. En hoe hoorde u nou dat dit hier was? Was ruim in de media. Kabel-tv en... kabelkrant. In alle krantjes stond het. En toen dacht u, hoppateetje, camera pakken, lekker aan het hek gaan staan. En dan moeten we vastleggen, hè? Mooi, hoor. Wat gaat u met die foto's doen, boven uw bed hangen? Die ga ik doormailen. Gewoon naar verschillende krantjes en dan kijken of ze gepubliceerd worden. Precies. Ja, nou ja, ik zei het al, NH Leeft, apenstaartje, rtvnh.nl. Daar gaan ze zeker naartoe straks. Kunnen de mensen eens even kijken wat het opgeleverd heeft, hè? Daar gaan ze zeker naartoe zometeen. Er is ook heel veel pers staat er buiten. Ooit zoveel pers gezien? Op Texel? Jawel. Ja? Texel heeft wel vaker belangrijke evenementen. Ja, vertel eens. Nou, ga leuk even naar een ander toe. Ja, ben je er helemaal klaar mee? Helemaal. Ja, jij voelt natuurlijk je voelt al aankomen dat ik naast je kom staan. En je denkt, ik sta hier helemaal verkeerd. Ja, ik sta hier wat dit betreft helemaal perfect. Maar wat jou betreft helemaal niks. Ga ik even gewoon naar de meneer naast me. Ja, dat vind ik leuk. Kan ook. Dag. Goeiedag. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Gouda. Oh,
Dat is ook niet om de hoek. Nee, eventjes naar Willem-Alexander gluren. Ja. Tenminste, als hij naar buiten komt. Ja, het duurt even, hè? Ja, frisjes, hè. Dus, En hoe zijn we aangekleed verder voor dit? Want het is inderdaad koud. Goed. Ja. Winddicht, hè, check je. Dus dan kan je er wel tegen. Zou Willem-Alexander ook even een thermo ondergoedje aan hebben getrokken of zo in die bus? Ik denk dat hij dat wel aan heeft, hè. Ja. Zo slim zal die nog wel zijn. Ja. Dus u komt uit Gouda. Bent u hier op vakantie? Toevallig? Nee, we zijn hier voor Willem. Oh, echt speciaal? Ja, ja, ja. We zijn vanmorgen vroeg vertrokken. Dus, Hoe vroeg? 6 uur. Oh, dat doet pijn. Ja, En reist u hem altijd overal achterna? Nee, hoor. Maar ik ben thuis. Ik heb geen werk meer. Dus ik denk, gaan we gezellig even naar testen. Dus. En daar staat u dan? Met uw camera? Ja. Fotootje maken, hè? Voor boven mijn bed. Ja, gaat hij boven het bed? Ja, ja, ja. Dan val ik snel in slaap, denk ik. Maar u bent dus fan van het Koninklijk Huis? Ja, mag ik wel zeggen dan, hè? Ja, ja. Ik ken ze allemaal. Ja? Ja, ja. En wat voor moment is dit dan? Nou, dat vind ik leuk. Dan zie je hem meer eens een keer, hè. Ik heb hem al meer gezien, dus. En meegemaakt, handje geschud. Doe maar. Ja. Nou, er hebben niet veel mensen toch zo hand geschud? Nee. Ik heb al wel eens een gesprekje met hem gehad. Dus, En wat heeft u toen verteld? Nou, ik heb 6 jaar in de Tweede Kamer gewerkt. Als begeleider van projecten. En toen kwam hij ook regelmatig kijken met zijn moeder. Gewoon dicht bij het vuur? Ja, ja. Dus, ja, dat is wel leuk. Ja. Dus, zouden jullie nog herkennen? Nou, dat is al heel wat jaartjes geleden, hoor. Nou ja, misschien heeft hij een goed geheugen. Ja, nou, 20 jaar. Ja, een dik 20 jaar geleden. Dus. Ja. Nou, wat mooi dat hij dan nog niet zo... Ja, hoor. Dat is toch leuk? Nog zo'n beetje eenzijdig bevriend met hem bent, hè, kan wel zeggen. Ja. Dus, dat is leuk. Ja. En mevrouw, kunt u het allemaal een beetje zien? Ik zie u op uw tenen staan af en toe. Ik kan het zien, dus ik dacht, ik ga hier mooi... Als ik op mijn tenen sta, dan kan ik het vast wel zien. Komt u van hier? Ja. Nou, ik kom niet van hier, maar ik woon wel hier. Oh ja, op die manier. In Port Tesselaar. Ja. En in Oudeschild woont u? Ja, hier een eindje verderop. Schuin tegenover. Nou, dan kunt u eens heel goed vertellen wat dit nou voor Texel betekent, dat Willem-Alexander hier is. Nou, ik denk wel veel. Kijk maar rond. Er zijn veel mensen. Toch nog, hè, die hem willen zien. Want zijn moeder was hier voor het laatst in 2003? Geen idee. Ja, dat is een dikke 11 jaar geleden. Ja. Nou, toen was ik er al. Hier. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat ik was even snel aan het rekenen. Weet jij dat? Nee. En wat gaat u nou allemaal vandaag doen? Heeft u enig idee? Ik weet dat hij iets gaat openen. Op de jachthaven. Zeediercentrum? Ja. Ik heb me niet heel erg verdiept, inderdaad. Maar het gaat mij meer om dat ik denk, ik vind het leuk om hem te zien. En ik ben ook wel een beetje koningsgezind. Ik vind het leuk. Want? Ja, ik vind het altijd leuk, dat hele gedoe rond het koningshuis. Ja, een beetje te volgen. Trouwerijen, begrafenis, alles. En waarom? En wat is dat dan? Worden ze een beetje familie van u of zo? Nou, dat nou weer net niet. Maar ik vind dat hele gedoe rondom... Ik vind het leuk om te zien, ja. Meer kan ik niet. Nee, dat snap ik helemaal. Nou ja, ik maak ze wel even een plekje vrij, hoor. Dat u, want u bent natuurlijk ook een kleintje, net zoals ik. We zijn kleine dames, moeten elkaar een beetje steunen, toch, in deze tijden? Heel goed plan. Daar staan we ook nog helemaal vooraan, hè? Ja, dat is mooi. Nou, dan gaan we intussen wachten. Hij komt zo naar buiten. Want ze kijken alle fietsers ernaar. Oh ja, daar. Kan de camera dat zien? Kijk. Dan gaan we een beetje voor u staan. Dat is niet zo fijn, hè? Nou, dat zijn ze lekker op tijd. Dat noemen ze speurhonden. Ik heb een bijzonder rond. Zo. En vrouw in Spanje. Oh, die komt uit Spanje, heb ik weer. Dan spreek ik een jongen aan jullie? Wij zijn eigenlijk op kamp. Ja, wij zijn op kamp, dus ja. Dat is een beetje toeval. Ja. Ja, dat je bof komt, hè? Ja, we waren op kamp, dus... We hebben net zien, dus... Ook nog? In zo'n zwarte bus of zo, helemaal beveiligd. Ja, hij fietste langs. Mocht je willen. Daar kwam met de bus langs moeten doen. Hey, was het voor het eerst dat jullie hem zagen? Ja, dit is nu wel. De eerste keer, ja. Ik zag hem niet. En hoe voelde dat nou? Ja, ik ben wel toch wel een beetje speciaal. Ja, je zit er niet vaak. Je zit niet zo vaak in Nederland. Want waar komen jullie vandaan? Wieringenwerf. Oh, daar komt hij nooit. Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, eigenlijk dat is nou ook wat.
Ja. Dus mededeling voor Alexander, kom maar vaker naar Wingen. Ja. Wat goed, ik wilde namelijk net aan je vragen, wil je maar eens even toespreken? Maar dat deed je al meteen. Ja. En moet hij dan in Wieringen Werf komen bekijken? Ja, hoe nou, ja, gewoon mooi dorp. Wel leuk. En verkoop het even een beetje? Ja. Nee, ik weet het. Jij dan? Ja, hij mag wel vaker komen voor mij. Geen probleem. Maar wat moet hij komen zien? Ah, de Winkelstraat. Dat is het? Misschien een kopje koffie komen drinken bij jullie thuis? Ja, kan. En dan is dat leuk is even mijn ouders. Dus doe mij maar een potje FIFA met hem. Oh ja? Zou hij dan spelen vast wel, hè? Weet je niet. Ja, hij heeft natuurlijk 3 dochters. Ik weet niet of die daarvan houden. Misschien nog wel Barbie poppen, maar... Of het nou FIFA is? Ja, ik denk niet dat ze echt FIFA spelen. Nee. Ja, en intussen staan we hier maar gewoon een beetje te wachten, hè? Ja, ja, inderdaad. Van ons wachten wordt zo wel beloond, hoor. Het is altijd een hele goede televisie, hè? Wachten voor een deur die elk moment, open kan gaan. Ja, inderdaad. Maar dan hebben we ook wat, hoor. Dan heb je ook wat. Dat hopen we wel. Dan heb je ook wat. Willem-Alexander. Ja. Tenminste, daar gaan we wel vanuit, toch? Vindt het jammer dat Maxima niet mee is? Ja, heel jammer. Heel jammer. Ja, dat is wel jammer. Maar goed. Heb ik het toch niet gezien? Het is niet anders. Want heeft u die al wel eens gezien hier? Nee, hier nee, toch? Hebben we ja, die was wel hier. Ja, oh, is ooit hier gezien. Of tenminste, ik weet niet, een jaar of 10 geleden of zo. Toen was hij toch hier op de haven ook met Maxima. Max, dat weet ik niet. Wat kwamen ze doen dan? Weet ik niet. Ik heb het nu wel de verkeerde te pakken, geloof ik, hè? Denk het. Er zijn hier heel veel Tesla's nog ergens, dus die weten vast wel. Weet jij, jij weet het toch? Ja, als jullie veel bekenden, zou iedereen een beetje vrijgenomen hebben van het werk? Nee, we waren toevallig vrij. Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Ik durf mijn muts af. Dat kent je me dadelijk niet. Ja. Maar wat? Ja. Er gebeurt wat, maar wat? Zie jij wat? Nee, ik zie niks. Er komen mensen nu naar buiten. Ik heb hem aangezet, hoor. Dan komen de eerste mensen naar buiten. Dat zijn ook ereburgers binnen geweest. Die hebben met Willem-Alexander mogen spreken. En ik denk dat dat een van de ereburgers is. Goedemiddag. Hallo. Dag, RTV Noord-Holland. Ja, nou, Jack Betsema. U heeft zojuist met de koning mogen spreken. Ja. Ja, ja, ja. Dat is een hele belevenis. Hey. Ja, want u bent een duiker, hè? Ja. En u heeft spullen opgedoken. Ja. En die liggen daar tentoongesteld. Ja, ja. Ja, we hebben nou een klein beetje spulletjes meenomen. Spulletjes, ik zeg meestal rommel. Maar het hele museum staat vol met spulletjes die ik opgedoken heb. En met mijn broer en zo. Ik ben al 38 jaar dat ik hier wat op de bodem zit te keutelen. Dus, ja. Hoe was het? Met de koning binnen? Nou, prima. Prima. Ja, hele prima? Gesprekken. Ja, hele gesprekken. Ja, 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 ja. Goed geïnteresseerd is hij. Ja, helemaal goed. Prima. En wat zei hij dan? Nou ja, hoe doen jullie dat? Hoe hebben jullie dat? Nou ja, ik heb hem uitgenodigd om ook mee te duiken nog eens een keer. Dus als je hier met de groene drakenleider zegt, dan ga je stapjes bij ons aan boord. Dan ga je een dagje mee. Hier en wat zei hij erop? Nou ja, dat zou wel mooi wezen. Nou, ja. Ja, kan die duiken? Ze zeggen van wel, maar ik weet het niet. Maar ze zal wel. Dat zien we dan wel, hè? Ja. Ja, duik hoef je niet zoveel te kennen, want als je onder water bent, is het klaar, hè? Dan ben je duiker. En zei je nog wat over uw mooie lintje? Nee. Maar dat ben je zo gewend, hè? Die komt wel dagen teugen, zou het niet. Nou, dat weet ik niet. Oh, ik reken er wel op. Die worden natuurlijk altijd uitgereikt door mensen uit de gemeente, hè? Ja, niet door hemzelf. Ja, dat heb ik ook gekregen door het museum. In de visserij heb ik ook al die nogal wat gedaan. Dus ja, zo doen we dat, hè. Nou, heel erg bedankt, hoor, meneer. En een fijne dag nog. Geniet van de momenten met de koning. Ja, oké. Bedankt, hè. Dan wachten we tot hij weer naar buiten komt. Ja, zo is het. Ja, hij staat aan. Gek, hè, dat het dan toch een beetje spannend is. Ja, vindt u het toch spannend? Een beetje toestel. Ja. Ach, nee, zo spannend valt het nog wel mee. Ik vind een popconcert spannend als ze openen. En hij gaat niet zingen, denk ik. Nee.
Ga je zeggen ook eens wat? Het duurt toch nog even, hè? Hij kreeg het allemaal cadeautjes. Huh? Oh, hij krijgt allemaal cadeautjes overhandigd, inderdaad. Ja. Wat zegt u? Voor de kids. Nou, daar is hij. Nou, nog even niet. Even wachten nog. Daar is koning Willem-Alexander. Gaat hij ook erover, meneer de Verenigdes. Applaus voor de koning ook nog. Ja, nou, dat doen we even. Wat vond u van de truien? Wat vond u van de truien? Ja, ik heb het boek even bekeken nog. Maar ik heb het, niet echt de truien gezien? Nee, echt nog niet gezien. Zonde! Ja, daar gaat keer. Het om. Helaas is deze heb niet het afgelopen begrepen. Ja, andere keer. Heeft u het niet koud? Nee. Heeft u het niet koud? Nee. Heeft u toch een thermo-ondergoed aan? Goed gedaan. Dat dacht ik. Had u zich er een beetje op voorbereid? Nee, maar ik wil zelf de truien zien. Oh! Nee, maar ik bedoel, u stelde hem zo doelgericht, die vraag. Oh, nee. Nee, weet ik niet. Geen idee, kind. Nou, hele fijne dag verder. Heel erg bedankt. En nou, u ook een fijne dag. Hij staat er mooi op, denk ik, hè? Dat is een van de allerleukste evenementen van Texel. Oké. Okay. Struun in het najaar. We schrijven mee. Oké. Okay. Dank u wel, hè? U ook bedankt. Fijne vakantie nog. Ja, eens gelijks. Wij lopen een beetje mee met de massa. Want hij loopt heel hard. Willem-Alexander gaat nu de dijk over. En als hij daar overheen is, dan gaat hij richting de haven. En dan gaat hij een boot op. Ah, daar is de cameraman. Die was ik al kwijt. Ah, je bent er tussendoor geglipt. Nou, dan loop ik even gezellig met u mee. Want ik liep al zo alleen. Hij gaat dus hier nu de dijk over. Dan gaat hij dan een boot op. Gaat hij even lunchen. Moet ik ook gebeuren. En als hij klaar is met lunchen, dan gaat hij het zeewiercentrum openen. Hier op Texel. Dat is natuurlijk een mooi moment. En zoals u kunt zien, is het hartstikke druk. Hebben jullie hem gezien? Ja. Oh, enthousiast zijn we. Staat hij op de foto? Ja. Ja, het is heel leuk. Maar niet met ons, helaas. Nee, hè? Geen selfie met de koning. Nee, dat niet. Volgende keer beter, jongens. Ja. Gaan we even naar boven. Ik zie dat u thuis al boven bent. Ik loop achter de meute aan. Zo, goedemiddag, mevrouw. Dag. Een beetje achter de koning aanlopen is dit, hè? Ja, we gaan koffie drinken, dachten we. Oh, jullie dachten we gaan gewoon onze eigen weg. Ja. Ja, dat u gelijk heeft ook, hoor. Dat dacht ik. U heeft hem wel goed gezien? Ja, we hebben hem gezien. Ik vind dat hij er goed uitziet eigenlijk. Nou, hè? Ja. Vond ik eigenlijk ook. Ja. Beetje afgetraind. Ja. Fijne koffie, hoe zeg je dat? Afspraak. Zo. Ja, en zoals dat gaat natuurlijk waar Willem-Alexander gaat, loopt de meute er heel hard achteraan. U heeft hem nou net thuis al goed gezien, hè? Net zoals wij. Goedemiddag. Goedemiddag. Vond u ervan? Van Duitsland. Ah, du bist van Duitsland. Ja. Dat is waar, onze koning. Ja, is fijn. Und? Besser als onze kansler. Beter als onze bondskanselier. Ja, ah, zeer goed, ja. Oké, dankjewel. Ja. Mijn Duits is niet heel goed, dus ik kan wel een heel diep interview gaan houden, maar dat wordt heel ingewikkeld. Gaan we lekker naar beneden. Ah, en daar zie ik ook Jeroen van Hattem, collega van de Texelse Courant. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. Wat heb je allemaal opgeschreven? Ik heb net even wat mensen gesproken die langs de kant stonden. Wil je dat eventjes aan de mensen thuis laten zien hoe je dat doet? Want het is voor mij is het letterlijk abracadabra. Nou, voor mij ook. Ik wil best kun je het eens laten zien? Ja hoor. Sorry, even rechtop zeg maar. Ja. Het zijn hele lelijke aantekeningen. Ik kan zelf lezen wat erin staat. En wat staat er dan? Nou, dit is net even van de school. Ik kom pas school uit een burger. Die waren hier ook met leerlingen. Dus even gesproken met een van de juffen. Dus wat ze hadden gedaan en net wat Duitse toeristen nog gesproken. Die waren de mobieltje aan het bekijken hoe de opnames waren gelukt. Dus zo te zien waren ze gelukt, want ze waren er erg blij mee. En wat een evenement, hè, voor Texel. Ja, er is een hoop volk eraf gekomen. Ja, hadden jullie niet verwacht bij de krant? Ik had er iets minder verwacht, dus ik zat te kijken wat er allemaal... Maar het zijn veel Duitse toeristen, zie ik. Ook een aantal Tesla's ertussen. Net ook nog een schoolgroep gesproken, die waren hier...
Nou goed, die kwamen hier voor de genalenkotter. En die vielen met de neus in de boot. Dus ik heb hier wezen kijken. Die gaan straks met de genalenkotter mee. En voor jou als journalist, wat is het voor moment? Ik vind het ook wel leuk om mee te maken, want het is een hoop happening eromheen. Die kwam je er hier op, David. Hoor maar goed, verder, nou goed, denk ik, het hoort bij het werk, hoor. Dus, En wanneer komt dit dan in de krant allemaal te staan? Dit is voor de krant van komende vrijdag. Je moet nog even wachten. Ja, twee keer in de week uit. Vanmiddag komt de eerste krant uit, maar dit is te laat voor, deze, voor de krant van vanmiddag. Vind je dat nou niet jammer dan? Nou, nee, het geeft er even tijd om er even wat na te bellen en wat mensen te spreken die er ook met hem te maken hebben. Dus ze kunnen er gewoon mooi uitgebreid verslag van maken. Oh, zo doen jullie dat, ja. Ja, dus we hebben even de tijd ervoor, gelukkig. En kunnen mensen thuis die bijvoorbeeld nu in het Gooi zitten te kijken of zo, of in Haarlem, of in Alkmaar, of in Waterland, die denken, hé, ik wil dat stuk wel lezen van Jeroen. Hoe kan dat? Hebben jullie een website of zo? We hebben een website, ja, dus daar zullen we vanmiddag ook wel wat verslag van doen. Ja. Ja, en hoe heet die website? www.tesselsecourant.nl www.tesselsecourant.nl Oké, Jeroen, nou, ik hou niet langer van je werk. Goed, nou, succes ook. Zet hem op, hè? Dankjewel. Dat is een collega van Tessel. Jij gaat ook naar beneden, denk ik, of niet? Ja. Want daar gebeurt het. Oh, mag ik kletsen? Wil je kletsen? Ja. Nou, stel het maar. Hoi. Wat heb je net allemaal gezien? Ik heb net Willem-Alexander gezien. Echt? Ja, en ik zei ook hoi. En hij zei goeiedag tegen mij. Echt waar, goeiedag? Ja, goeiedag. En dat vond ik echt heel leuk. Het is de eerste keer dat ik hem zie. En we zijn ook op kamp hier. Oh, en waar kom je dan vandaan? Ik kom uit Maarsen, uit Utrecht. Oh, ja. Ja. En daar is hij nog nooit geweest? Nee, daar niet. Nee. Dus je valt een beetje met je neus in de toevallige boter? Ja. Zo. En heb je goeiedag binnen? Ja. Zo. Dank je. Nou, even de vakantie van je leven, hè? Ja, dag. Dankjewel hoor, dag. Dat is toch ook mooi, hè? Zo jong en dan al de vakantie van zijn leven binnen. Goedemiddag. Lieve schat. Hallo. Lies Gwik hoor, RTV Noord-Holland. Hi. Wij zijn het maar. Jullie zijn het maar. Ja. Jong, wat een dag, hè? Ja, de dag is fantastisch, hoor. Hij zag beet van de kou, maar het is toch een charmante heer, hè? Het is toch een geweldig. Ik vind het geweldig dat hij ons eiland is, want wij wonen hier. Die mensen wonen hier. Ja, maar wij niet. En wij wonen in Callenzo, dat is dichtbij, hoor. En jij gaf nog een boekje. Heel vaak, ja. Maar we zijn fan van hem. Oh ja? Ja, hartstikke. Ik ben hartstikke koningsgezind. En daar kom ik super voor uit. Ik hou van Maxima. Ik hou van koningin Beatrix voor mij. En ik hou ook van... Van Willem-Alexander? Ja, echt. En wat zag hij er goed uit, hè? Ja. Ja, we zijn dol op hem. Ja. Echt. In de werkelijkheid. Nee, je ziet hem altijd op de televisie. Maar het is een leuke, om het even te populair te zeggen, een leuke vlotte gozer gewoon. Is lekker. Ik had een hartstikke mooie bos bloemen, wilde bloemen voorgeplukt. Ja, die heb ik aan hem mogen geven. Echt hoor? Helemaal goed. Helemaal leuk. Daar waren wij niet bij. Was je niet bij? Erg zonde. We zijn jullie toch een beetje aan de late kant, dat betreft. Er is wel een foto van. Misschien sturen we die wel even door naar jullie. Ja. Dat lijkt me hartstikke. Hartstikke leuk. Ja. Dat is NH Leeft, apenstaartje rtvnh.nl. Nou, misschien even een kaartje, want dat kunnen wij niet. Ja hoor, ga ik zo geven. Ik ga eerst eventjes, wilt u met mij even afsluiten? Ga ik lekker tussen u staan? Zo, komt u er maar lekker bij. Want dit was NH Leeft voor vandaag, vanaf Texel. Okay. En wie was hier ook alweer? Mag ik die wel voorstellen? Walter en Magda. Ja, nee, koning Willem-Alexander wilde ik eigenlijk noemen. Oh, die was er. Ja. Dus, Was dat onze topper? Gaat lekker overlegd ook. Nederlands topper. Dit was NH Leeft voor nu. Ik dank u heel erg voor het kijken naar deze uitzending. Wij gaan zoals altijd eruit met muziek van een zanger of zangeres uit de provincie. Kent u trouwens een zanger of zangeres waarvan u zegt die verdient ook wel een minuut muziek op RTV Noord-Holland? Kunt u ook mailen nogmaals naar nhleeft@rtvnh.nl. Het is nu tijd voor Kimberly. Dag van Tessel. Gerrit Joling dus.